Goedendag allemaal. Voor mij staat deze week in het teken van de ondermijning. Ondermijning is het gebied waarin de bovenwereld en de onderwereld elkaar raken en vermengd raken zodanig dat we dat eigenlijk als normaal beschouwen, terwijl dat niet zo is. En je ziet het pas als je het ziet, want u kent wel de bekende oud-voetballer die daar zijn handelsmerk van gemaakt heeft. Vandaag vindt een integrale controle plaats op een deel van ons bedrijventerrein en die past in de aanpak dat wij zichtbaar aanwezig zijn en bedrijven die het goed doen belonen en bedrijven waarvan wij denken, nou dat mag toch echt anders, stevig het gesprek en zo nodig met sancties plaatsvinden. Ook heb ik vrijdagmorgen in provinciaal verband een gesprek met onze commissaris over weerbaarheid, maar ook ondermijning. De commissaris in Nederland besteedde daar en terecht veel aandacht aan en de provincies mogen ook gelden ter beschikking stellen om die weerbaarheid te versterken. Al met al een interessant gebied met veel uitdagingen, maar vooral is het van belang dat u en ik zich steeds realiseren of iets afwijkt of dat het inderdaad terecht neutraal is en dus past bij ons. En hoe meer we zien, en vooral aan de voorkant, hoe beter dat uiteindelijk is voor het eindresultaat. Nou, ik laat u weten wat er uit een aantal zaken komt. Tot de volgende keer.